Welkom bij deze extra editie van het COVID-19-journaal. En dan nog met één te gaan naar de kick-off van het vaccinatieproces gaan wij u in de komende afleveringen bewuster maken over het AstraZeneca-vaccin en ook de procedures die toegepast zullen worden naar de dag toe. De trainingen op weg naar de vaccinatie-kick-off zijn in volle gang. Ook vanmorgen werden er weer trainingen en discussies georganiseerd via Zoom. Tijdens de Zoom-meeting van vandaag tussen de deskundigen onderling geeft Dr. Naomi Chang Emmanuel aan hoe de registratie zal plaatsvinden. Ook geeft ze aan hoe de kick-off dinsdag eruit zal zien. Er zijn twee dingen die spelen. Het juiste systeem wat we eigenlijk willen gaan hanteren is dat de registratie geschiet via 178 en dat de mensen worden ingevoerd in de database. De database is op dit moment nog niet ready. We zijn hard bezig om het af te maken, om het volledig te maken, maar het is dus nog niet helemaal ready. De bedoeling is dat de mensen die gevaccineerd gaan worden, gebeld worden via 178 en dat alle gegevens in het systeem komen in de vaccinatiedatabase die we speciaal maken voor vaccinatie. Alle posten gaan dan kunnen gaan in de database om te kijken welke mensen dan voor hun post zijn geregistreerd. En dan kunnen we een soort systeem ontwikkelen dat zij de mensen dan oproepen op tijdschema en aangeven hoe laat de mensen dus moeten aanmelden. De kick-off gaat dinsdag zijn en dat gaat dus in het academisch ziekenhuis zijn. We hebben een lijstje gemaakt van frontliners die we dus als eerst gaan vaccineren op die dinsdag. Die lijst, de mensen zijn geregistreerd. De zuster die de leiding heeft, gaat dan de mensen contacten en een tijdsafspraak maken. De formulieren, de database eigenlijk, gaat dan op een hardcopy ready zijn om gewoon dus op te schrijven. En daarna gaan we het dan invoeren in de database. Woensdag is het om 11 uur? Sorry, Naomi, is het nog steeds om 11 uur? De planning is voor 12:30. Dinsdag, maar ik denk dat wij iets eerder moeten aanmelden zodat we alles ready maken en dat er een vlot verloop gaat zijn om 12:30. Het officieel gedeelte staat om 12:30. Woensdag starten we dan in AZ en als Lans ready is nemen we die ook erbij en eventueel Wanica ziekenhuis. En die registratie gaat dan voorlopig nog even gaan via Dr. Van der Hills die de lijst, die de Excel sheet heeft van de mensen die zich hebben opgegeven. En de zusters die verantwoordelijk zijn, de hoofdzusters of nou ja, de vaccinatieleaders, die gaan dan lijstjes maken van de mensen die dan op die dag in aanmerking komen voor de vaccinatie. Dus zo gaan we nog eventjes te werk totdat de database helemaal ready is om gebruikt te worden. Apotheker Shireen Elahibaks geeft tijdens de Zoom-meeting ook een presentatie over het gebruik van het AstraZeneca-vaccin, welke vanaf dinsdag toegediend zal worden aan allereerste frontliners. Hoe gaan de frontliners ermee om? De belangrijke aandachtspunten werden door de apotheker aan de kaart gebracht. Dit is de Covid Shield flacon waarmee wij gaan werken bij de eerste vaccinaties, omdat die beschikbaar is. Zoals jullie zien is het een groen flesje, nou ja, groen etiket met een groene flip-off kapje. Gaan we direct naar de volgende sheet. Aan de linkerkant zie je de verpakking zoals die eruit ziet. Het is een, nou ja, het staat er, zoals je kunt zien, staat hier Covid Shield. In één file zit er 5 ml en die 5 ml bevat 10 doses per file. De expiration date, de houdbaarheid van deze lading, is geldig tot en met 29 mei 2021. Aan de rechterkant kan je een doos zien en in een doos zitten er 50 flacons. Zoals ik zo net zei, bevat één flacon 10 doses. Dus 50 flaconnen hebben dan in totaal 500 doses. En daarom is het belangrijk om te weten hoeveel mensen per locatie gevaccineerd gaan worden. Zodat er gericht gestuurd kan worden in het aantal files dat nodig is. Oké, hoe moet het bewaard worden? De files moeten bewaard worden in de koelkast. De temperatuur is 2 tot 8 graden.
de files moeten bewaard worden tegen invloed van licht. En daarom blijven ze dus in de originele verpakking. En straks bij het stukje vaccineren en bereiden gaan we verder uitleggen hoe het dan moet. De transporteisen moeten continu tussen 2 en 8 graden blijven. En daarom moet er ook gemeten worden tussendoor. Een ongeopende flacon, dus dit is de sheet voor opslageisen op locatie, is dus ook 2 tot 8 graden. Het moet bewaard worden in de kartonnen doos. En je moet hem dus beschermen tegen invloed van licht. En de eis is 2 tot 8 graden. De voorbereiding, hoe vindt de voorbereiding plaats? Sowieso weten we allemaal dat we handhygiëne moeten toepassen. En je moet altijd zorgen voor een schone werkplek. Dus dat wordt van tevoren gedaan. En daarna worden alle spullen klaargezet. Als je start, kijk altijd naar de inhoud van de flacon. Dus je moet de flacon altijd inspecteren. Heb ik de juiste flacon in mijn hand? Lees ook het etiket. Let op de vervaldatum. Je mag hem niet gebruiken wanneer de flacon vervallen is. Er mogen geen glasbreuken zijn. Als er glasbreuken zijn, moet je de flacon ook niet meer gebruiken. En let op de kleur van de inhoud. Deze flaconnen, dus de inhoud, de kleur ervan is kleurloos tot lichtbruin van kleur. Het is helder tot licht, ondoorzichtig en het is zonder deeltjes. Dus je kan zeggen vrijwel kleurloos tot lichtbruin en helder. De flacon mag je van tevoren niet opzettelijk gaan schudden, niet opzettelijk omzwenken en niet opzettelijk gaan omdraaien. Als je het gaat gebruiken, mag je de groene flip-off, het groene flip-off kapje van de flacon mag je dan weghalen zonder dat je de rubberen dop aanraakt. Wat hebben we nodig om te bij het vaccineren? Dus nog één flacon van minstens, nou ja, één flacon, de inhoud is 5 ml. Een toedieningsspuit van 1 ml, daarvan zet je alvast 10 klaar, omdat we ervan uitgaan dat we in groepen van 10 gaan vaccineren en je 10 mensen per flacon kan vaccineren. Veilige toedieningsnaald van 23G, daarvan zet je 10 maal klaar. Let wel, als er obese patiënten zijn, dus patiënten met een BMI van 40, dan werk je met een groene naald, dat is dus die 21G. Het is wel handig als je daarvan, afhankelijk van de groep, dat je dan die naalden ook van tevoren klaarzet. Een naaldencontainer hoort erbij en een WIFA-vat. Nu gaan we naar het stukje bereiding. Dus haal uit de verpakking de toedieningsspuit van 1 ml, de naald van 23G en koppel daarna de naald aan de toedieningsspuit van 1 ml. Steek daarna deze spuit en naald in het rubberen gedeelte van de flacon. De volgende stap is, als je dus die spuit en naald in het rubberen gedeelte van de flacon hebt gestoken, dan mag je de flacon wel voorzichtig ondersteboven houden, om zodoende met de naald 0,5 ml eruit te zuigen. 0,5 ml vaccin uit de flacon te zuigen. En indien nodig, dan ontlucht je in de flacon. Het tijdstip van aanprikken, dus bij elke flacon waar je de eerste aanprik gaat doen, moet je het tijdstip opschrijven op een etiket. En die plak je dan op de vaccincarrier waarin de flacon teruggezet gaat worden. Ik kom straks daarop terug waarom we dat doen. Als er dus is opgetrokken, dan ben je ready om te vaccineren. En dan kan je de huid van de patiënt afnemen met een droog watje waar er geïnjecteerd zal worden.
Gooi daarna die wat weg. Injecteer in de deltaspier van de bovenarm en gooi daarna deze naald en spuit weg. Extra aandachtspunten. Indien er geknoeid wordt met het vaccin, dan dient de werkplek schoongemaakt te worden met alcohol 70%. De houdbaarheid van een aangeprikte flacon is maar 6 uur geldig. Bij een temperatuur van 25 graden. We hebben deze temperatuur gewijzigd naar 25 graden, omdat dat zo in de specifieke productinformatie van CoviShield staat. Dus onthouden 6 uur na aanprikken bij een temperatuur van 25 graden. En dan nogmaals benadrukken we, 6 uur na aanprikken mag de flacon niet meer gebruikt worden. Dat is ook de reden waarom we bij de eerste aanprik het tijdstip noteren en dat etiketje plakken op de carrier. In deze extra aflevering van het COVID-19-journaal gaat dokter Krishnadat wat dieper in op de gang van zaken met betrekking tot de verschillende varianten. In een presentatie legt ze uit hoe een mutatie ontstaat en waar de varianten voorkomen. Op het ogenblik zijn 3 varianten meer of concern dan andere. Er zijn een stuk of 6 variants of concern. Maar de varianten die meer of concern zijn, die zijn de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Manaus variant. Dus die hebben nu op het ogenblik meer aandacht dan de andere in de pers. Omdat je meer transmissiegevaar bij ze ziet en zelfs is er sprake van een hoger sterftecijfer. Maar dat is nog niet helemaal goed vastgesteld. Ik ga eventjes door die 3 varianten heen. Je hebt eerst die Britse, die was begon in september van het vorig jaar. Maar voordat men door had wat hij precies was, dan was hij eerst een variant under investigation, was het alweer december. En hoe verliep dat in Engeland? Dit is de epidemiologische curve van Engeland. Je kan zien dat het eerst in de eerste maanden vrij redelijk was. Van september tot november begon hij behoorlijk te stijgen. En zelfs in november nog meer. Dus we zien eigenlijk van hier naar hier, hier in deze periode, kwam die variant of concern naar boven. En je ziet echt hoeveel meer gevallen er in Engeland naar voren kwamen. De Zuid-Afrikaanse variant, die kwam dus naar voren, begon dus in Zuid-Afrika. Uiteindelijk gaan mensen niet meer die varianten bij landen of bij namen noemen, omdat men niet stigmatiserend wil werken, maar nu is het voor het gemak worden zo genoemd. En dan krijgen ze allerlei soort codenamen zoals 20H501Y. Of B1. Dus weet je, zo worden die varianten dan eerder genoemd. Maar goed, we gaan nog even voor het gemak zo door. En die stak dus de kop op in oktober 2020. Dus eigenlijk een beetje eerder. En als we kijken naar Zuid-Afrika, dan zien we ook daar, oktober 2020, toen men de eerste golf al redelijk onder controle had, dat er ook weer een stijging kwam en die stijging was hoger. Hij ging hoger, je had meer gevallen en sneller dan die eerste golf. Dus dat zie je dus eigenlijk bij het verschil in de manier waarop het virus, laten we zeggen, gevallen om zich heen creëert. Hoeveel mensen besmet raken in een korte tijd door het virus. Dat is eigenlijk die transmissie die sneller is. In een korte tijd raken meer mensen besmet. In dezelfde tijd als in het eerste virus misschien 10 besmet raken, raken nu 20 in die tijd besmet. En dat is dan niet zo handig voor het ziekenhuis dat misschien maar plaats heeft voor die 20 mensen. Dus hoe ga je doen met die andere? Dus hier zie je dan hoe het telkens weer door dat variant of concern dus erger is. Een andere variant of concern, die is een beetje dichter bij ons. Dat is dus in Brazilië, dat is de P1 lineage, oftewel het Manaus variant. Daar zien we ook een behoorlijke stijging. Deze lijn is misschien een beetje dun, ik weet niet of je het kan zien. Maar je ziet in de eerste golf
ging men tot ongeveer 1500 gevallen per dag. Terwijl er in de tweede golf er wel bijna 3000, dus het werd gewoon verdubbeld. Zie je dus hoe die aantallen door die ernstigere, of door die mutatie van het virus, zo snel teweeg kwam. Nou, eventjes naar het scherm ga ik jullie brengen om te laten zien hoeveel mutaties er eigenlijk zijn. Als je ziet, dit is in beginperiode 2019 nog. Toen waren er maar een paar in China, Australië. Je weet allemaal, het is in Wuhan, China begonnen. Dus er was nog niet zoveel op de wereld. Maar naarmate de tijd vorderde, kreeg je telkens meer en meer varianten. Kijk, hier heb je in die periode juni, augustus al een heleboel meer. Alle kleurtjes geven verschillende varianten aan. En je ziet in veel meer plekken op de wereld. Ook hier, het is die oude weer, zie je hoe men dus eigenlijk van het begin uit naar verder in de periode ging. Ik zal het even, zodat het sneller gaat, kan je het hier zien. Hier zie je alle varianten van begin tot eind, overal op de wereld, heel veel. Hier zie je in Suriname, dit is de eerste golf, toen had Suriname ook in deze database gezien. Toen hadden we drie varianten die ik later even zal noemen. Hier zien we weer deze, in Zuid-Amerika hoe het is verspreid. En je ziet hier deze rode wolk hier. Dit is het Manaus variant. Die oranje hier. Dit is het UK of het Engeland variant. En die gele, die zie je eigenlijk heel weinig. Maar die is er ook een beetje. Die is hieronder, dacht ik, het Zuid-Afrika variant. En je ziet dus per land hoeveel daarvan zijn verdeeld. Hier heb je Europa. De varianten die daar aanwezig zijn. Als we kijken naar het Manaus variant, dan is die toch wel al behoorlijk daar te vinden. Het Engeland variant, zie je ook overal. En hier zie je dus eigenlijk in Amerika dat ook die varianten daar eigenlijk al behoorlijk verspreid zijn. Dus dit is om aan te zien, je ziet hier in het begin van het stammetje heel weinig. Ik weet niet of je ooit een familieboom hebt gezien. Maar dus je hebt de vader en de moeder en dan krijg je de kinderen en nog meer kinderen. En dan heb je een hele grote familie. Maar die neven en die nichten lijken al totaal niet meer op elkaar. Ze zijn helemaal anders en verschillend geworden. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt met het virus. Maar een beetje veel sneller dan bij ons, weet je. Ze hebben geen 9 maanden nodig. Het gaat echt snel. Dus hier zie je. En ze hebben ook geen partner nodig. Ze doen het helemaal alleen. Een virus verdubbelt zich gewoon. Oké. Ja. Dus hoe zit het nou met Suriname en de buurlanden? We hebben gezien dus eigenlijk, als we kijken naar Frans-Guyana, de curves in Frans-Guyana, dat ze eigenlijk een beetje hoger vallen dan ons. Ze hebben hier 300 zoveel gevallen per dag gehad. Hier 100 zoveel. Wij hebben nooit meer dan 115, dacht ik, is het hoogste dat we ooit hebben gehad op een dag. Maar daar is het dus wel op één, dus die verspreiding is daar wel eens sneller gegaan. Maar we zien dat als zij in mei beginnen met hun eerste outbreak, begin mei, en in rond november, eind november, met de toename van die tweede, dan kijken we naar Suriname en dan zien we dat in Suriname, wat later in mei zijn verspreiding heeft, en ook wat later in december. Dus zou het zijn dat we elkaar besmetten? Mogelijkerwijs. De vraag is natuurlijk, wat hebben we nou in Suriname? In Suriname hebben we natuurlijk ook varianten, want we zijn een deel van de wereld. En ze zijn dus ook
via de grenzen, zoals we weten, komt het land binnen. Je hebt gezien dat op de wereld heeft zich verspreid en daar is het ook gekomen. En in Suriname hebben we dus eigenlijk ook de verschillende varianten gezien. Ik ga even laten zien. Hier in fuchsia volgens mij, of in deze kleur, is dit de eerste in de eerste golf. Dat zijn dus de varianten die daar waren. Dan zien we in de tweede golf is dit eigenlijk het grootste deel. En je had nog een paar hier en één aparte losse hier. Dat wil niet zeggen dat er maar zo weinig van waren. Dat zijn de samples die we hebben ingestuurd. Die samples zijn een deel van het aantal gevallen. En ze komen dus vaak uit clusters, uit mensen waar we hebben gezien dat ze bij elkaar horen. En dit clustertje was voornamelijk in Paramaribo Noord. En we gaan dus straks zien dat die eigenlijk wel gerelateerd waren aan de varianten in de verschillende landen. Dus we hebben drie verschillende varianten gezien, nu in deze tweede golf. En in die eerste golf waren er ook drie varianten gezien. Maar we zien dat die varianten van die eerste en die tweede golf ver van elkaar zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen varianten van de eerste golf nog hier misschien nog kinderen hebben. Maar die hebben we niet. Die waren niet zo opvallend. Dus die zijn eigenlijk aan het wegsudderen. En daarmee kunnen we wel zien dan alles wat we hebben gedaan. De lockdown, het afstand houden, het handen wassen. Alles wat we doen in Suriname en ons best doen om het niet onder elkaar te verspreiden. Het helpt, want die varianten van die eerste golf zijn niet meer zo doordringend als en hun kinderen ook niet. Het zijn nieuwe varianten die van buiten zijn gekomen. Dat hebben we duidelijk gezien. En we moeten dus eigenlijk dus echt daar beter op letten. Welke zijn het nu? Dit zijn de codes van die varianten. B1.33, B1.219 en N2, die waren in de eerste golf aanwezig. Dat was dus voor augustus zo, in 2020. En in de tweede golf hebben we de P2 variant, die eigenlijk het meest aanwezig is. Hij is vanaf begin december tot januari, we hebben nou geen samples, die samples van daarna moeten nog weggestuurd worden. Maar die is de hele tijd aanwezig. En dat is meer in Paramaribo Noord. De B1.221 variant, daar hebben we heel weinig mensen van gehad. Het was eigenlijk één persoon die zijn familie heeft besmet. En de B1.160, die is eigenlijk ook vrij verspreid en veel aanwezig. Wat is nou die B1.160? Die B1.160 is een variant die we voornamelijk hebben gezien in Frans-Guyana en in Europa. Dus of het via Europa naar binnen zou komen of Frans-Guyana is de vraag, maar het is van een van die twee plaatsen gekomen. De B1.221 is een variant die we eigenlijk tot nu toe meer in Europa hebben gezien. En die persoon die hier is getest is ook iemand die uit Holland was gekomen en nu ook weer in Holland is. Maar hij is gekomen, heeft zijn familie besmet. Dus dat was toevallig een goed contained situatie. Al die mensen zijn goed in quarantaine gezet. Dus die variant zal wel niet verder zijn uitgelopen. En de P2 variant is de variant die op dit ogenblik heel uitgebreid in Brazilië aanwezig is. Hij is in Rio de Janeiro begonnen en hij is dus eigenlijk heeft heel veel. In Brazilië hebben we nu twee varianten die dominant zijn. Die van Manaus en deze. En deze is nu al hier, dus of die van Manaus hier kan komen, of deze kan komen. Dus dat zeg het maar zelf. Ook vandaag zijn we aan het eind gekomen van deze extra editie van het COVID-journaal. Als advies wil ik meegeven, ga niet in op valse berichten die verspreid worden over het te laten vaccineren. Over heel de wereld zijn er al duizenden mensen gevaccineerd en zonder klachten verder gaan met hun leven. Als we Suriname weer gezond moeten maken, zullen wij met z'n allen hoe dan ook het vaccin moeten accepteren. In de komende afleveringen zullen we er alles aan doen om u beter te informeren met betrekking tot het vaccinatieproject. Blijft u veilig en gezond. We zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering van het COVID-journaal.